Maar de Nederlanders komen natuurlijk om te schaatsen. Een schitterend parcours uitgezet op de Wijzenzee. Een baan van 16,6 kilometer lang. En de Aart Koopmans Memorial wordt hier natuurlijk ook altijd verreden. Aart Koopmans, een van de grondleggers van de alternatieve Elfstedentocht hier aan Wijzenzee. Als eerste de dames voor een tocht over 60 kilometer. Iedereen erbij, behalve Elma de Vries. Die had verplichtingen in het buitenland. Later in de week zou ze wel komen. Maar de toppers, zoals Danielle Beckering, maar ook de familie Spicht. Natuurlijk Maria Sterk aanwezig in dit peloton. Goede omstandigheden voor de dames, mooi weer. Het was een koers die zich liet aanzien met een hoog tempo van de dames. En daardoor waren er weinig mogelijkheden om weg te komen in het peloton. Een enkele uitlooppoging, maar die werd eigenlijk gelijk weer teniet gedaan. Het ploegenspel was goed op de wagen. Niemand kon echt een gaatje maken. Op kop hier Kitty Meet uit Amsterdam. En ze werd gevolgd door Lieke Splinter. En ook Janita Spicht, een van de vier gezusters, de kop van het peloton. Met 84 Lilian van Haaster. Zo blijft dat peloton lang bij elkaar. En dus lijkt het op een massasprint uit te lopen. Met nog een paar ronden te gaan in deze Aart Koopmans Memorial. Het is kijken. Het is zoeken. Wie durft er wat? Wie kan er ook wat? De eerste wedstrijd op natuurreis is natuurlijk ook wennen voor de dames. Daar met nummer 5 Danielle Beckering. De favoriet voor deze AKM. Zij probeert het om weg te komen. Nummer 18 Ellen Waaier in de bocht. Maar het blijft compact. Niemand durft wat of niemand kan wat. Dan krijgen we een kopgroepje van 3 man. Yvonne Spicht zit daarin. Met 75 Sanne Halma. En Erna Kijk in de vechten. 3 dames dus vooruit. Een parcours wat soms moeilijk was. Maar 3 dames. En daar de eerste valpartij in de kopgroep. Even achterom kijken. Maar Sanne Halma en Yvonne Spicht gaan door. En Erna Kijk in de vechten is er dus af. Hier gaat zij in het peloton. Dus 2 man op kop. Gaan die het dan uitmaken hier in de Aart Koopmans Memorial. In het zuiden van Oostenrijk. Hier de 2 koplopers. En af en toe moet je natuurlijk op dat natuurreis uitkijken voor scheuren. Yvonne Spicht. En Sanne Halma. Danielle Beckering, de favoriet. Nog steeds in het peloton. Afwachtend, kijkend. En het gaatje inschattend. En voorlopig nog geen reactie vanuit het peloton. En dus nog steeds die 2 koplopers richting de finale. Maar het peloton komt naderbij. Hij gaat op jacht naar de 2 koplopers. En pikt ze dan uiteindelijk ook op. Dus gaan we ons opmaken voor een finale met een groot peloton. Dus in de finale altijd Danielle Beckering, de grote favoriet. Kan ze het waarmaken? Het publiek maakt zich op voor een sprint. Voor deze wedstrijd bij de dames over 60 kilometer. De eerste natuurreiswedstrijd. Kan Beckering het waarmaken? De sprint gaat ze ook aan in het peloton. En ze heeft in de rug Andrea Sikkema en Jolanda Langeland. Maar Beckering wint de eerste wedstrijd op natuurreis. Ik begon een beetje moeizaam, ik had last van mijn enkel. En toen ging het ook een beetje fout bij de verzorging. En ik denk van ja, het is voor mij gewoon belangrijk om direct in het begin wel goed te drinken. Dus ik denk van, nou maar even achteraan rijden. Maar de verzorging zeker niet missen. En gelukkig kwam dat goed. En we waren tot 2 dikke toe, waren we groepjes weg. Maar ja, het is ook inderdaad de eerste wedstrijd op natuurreis. En iedereen wil wel winnen natuurlijk, iedereen een beetje aftasten. Dus dan krijg je inderdaad dat er veel gekeken en geloerd wordt. Maar
ja, de laatste ronde ontbrandde toch wel mooi. In eerste instantie ging Misha top en Cindy van den Berg nog. Ja, en Misha Kolen is gewoon iemand die moet niet laten rijden, want die is gewoon hartstikke sterk. En toen kwam dat Mariska, die ging vol aan. En dan kon ik eigenlijk mooi in de slipstream mee en ja, net op de streep er voorbij. Lekker begin van de natuurreiscyclus, neem ik aan. Ja, zeker. Zo'n mooie overwinning, die pakt niemand meer af. Dankjewel, Danielle Beckering. Graag gedaan.